Dan gebeurt dit. Dat vind ik wel even heel erg triest om even te zeggen. En
Dat is waar die man die in de vlag van lekker door wilde. Doorrijden. Hij hoort het niet. Hou even. Alweer van de Marel, ik heb jullie van de week gezegd een klein beetje gevolgd. Om helemaal je eigen de coureurs te sleutelen om het allemaal voor elkaar te krijgen. En dan gebeurt dit weer vanavond. Ja, ja. Oké, we gebeuren in de zomer op zich, denk ik, van de Marel bij hun was. Voor het publiek wel een beetje leuk. Het is niet dat het vol op. Dat is niet in ieder geval, maar ja, het is allemaal op de parking laat zitten. En dan zijn we daarna. Nou, een klein dingetje. Ja, we doen in een korte rol van de jullie dan en volgende week ervan spelen. Dan is dat het eerste tegen jullie geweest. Vind ik altijd hartstikke mooi te horen. Toch nog een speciale sponsor die ons vanavond blijven jullie noemen. Ja, nou, we gaan allemaal even van overrijken. Ik weet niet hoe het met jou maakt je uit. Nou ja, wel kwijt zien we hier, ver in de buurt, dat mag ik best wel eens even zeggen. Metaal, aluminium, RPS en staal, doekas. Allemaal belangrijk, want voor de steun is ook heel veel nodig. Wat een succes en het seizoen van verder. Jawel, kom goed. Kom goed, kijk maar eens een achterkant, zeg ik dan. En bij deze, Leon en Peter, we staan als laatste deelnemer in de klasse. En deze finale. Dan ga ik even kijken waar de man die hier ook bij Wolters in Amoorden zeer altijd actief is. En dan ga ik even een klein felicitatie geven. Tevreden Kees? Ja, zeer tevreden. En dat voor de nieuwe keyboard genomen is op deze baan. Super. Oké, tot zo dan. Zie ik je straks weer. En alles is heel op, dat is fantastisch. En met Loerman van ons superkeuken zit ik ook Hoza en doe ik ook AGM machine fabriek. Die hoorde ik net al. Op Pols heeft de veld gevolgd gedaan uit Zijnland. Team Gemmel Racing, oftewel de oliesmering van deze machine. En kijk of toch die nog bij die 120. Maar we hebben geschiedenis en vastzitten en dit alweer bij
Een leuk tijdje voor het team met Adelaar Kovac. Ik zit blijf met alle bolsjes te kijken die heel belangrijk zijn. En ik wil tot even horen. Bij deze man. Pak deze man maar even. Ik pak gewoon jou, Wil. Goed, Wil. Ja, ik kan dat niet doen. We hebben een beetje spannend onder de baan. Maar we hebben een klein hoofd aan de keuze. En ja, dat is heel belangrijk. Hey, even de vraag even over die pluimen die we er dan nog uit zien komen. Ja, die pluimen, ik denk dat we hebben met stad over de stad, dat is vrij dik ook niet. En ik denk dat we daar nou een beetje veel lucht van hebben. En we hebben er wel wat rijk in gezet. We zijn nou een nieuwe zuilen in en safe skills. Nou, Van der Haal, Van der Waal heeft het wel voor jullie waargemaakt. Ja, het is wel echt super van geweest. Dat hebben we vandaag gekost, maar hebben we wel geklikt. Oké, voor de mensen die het nog niet weten, de linie zien eruit te komen, hier wordt nog druk aan het sleutelen, hè? Ja, we zijn nog heel druk bezig. We willen nog de laatste kant naar binnen gekomen, we willen nog maken. Hopelijk kunnen we eruit. Oké, goed. Je schrik wel even, want je ziet hem even toer omhoog schieten. Ja, dat wel. We hebben eens toe. Zijn we begonnen met een nieuwe truck. Als een nieuwe bedrijf staat, dan is die kunnen we wel een pijntje hebben. Kijk, dat zijn mannen met vertrouwen in hun techniek. Het is nog steeds de voortechniek hier, die mooie BMW. Inderdaad, ja. Aan mij zijn de tijd beschikbaar. Van de onze mannen uit de noordelijke gelederen van Nederland.
We zien het hier met de volgende opdracht. Waar de rug die in het verleden was en de horen slaan. Het blijft heel gevaarlijk in de hoek, het kap gaat los. Pas niet de motor is dichtgevallen, anders kan het wel eens een nare gevolg hebben. En aan de lucht te ruiken is het geen noodstof. Dus dat betreft de dampen van olie komen ons tegemoet. Dat zijn gevaren. En dat is niet fijn voor de Blue Hazard. Hier is hij dan, Klinkstar Double D, Willem Veldhuizen. En de
ik zou zeggen, laten we even van u horen wat u ervan vond van dit duel geweld van JD. Fantastisch. Goed? Middelveldhuizen. Wij hadden het middenveld over. Hij zegt, dat wordt leuk met die slijmbaan. En hoe ging het? Ja, het is een hele mooie ervaring. Het was in het begin van het gezicht om een nieuwe zin te brengen. Maar het is eigenlijk te koud. Je ziet het eigenlijk hard op het gras. En het trekken van de jongens, we zijn zo blij. We hebben het eigenlijk een vader van vooral bleek om hardvoerder en twee eigenlijk te hebben gebroken. Hadden we echt een hele nieuwe spanning nodig. En het trekken van de jongens, we zijn zo blij.
En terwijl Wim Walsappel hier voorbij komt zetten. Thank you.
Woo!